Richard Krajicek, je bent hier nu bij de perspresentatie in aanloop naar het ABN AMRO tennistoernooi. Begint het dan alweer te kriebelen? Ja, nou, een tijdje begint te kriebelen, maar inderdaad, het is nu wel heel erg dichtbij. Ik geloof net iets meer dan 30 dagen nog en dan gaat het alweer beginnen. Dus ja, het is super leuk. Ik vind het leukste week van het jaar eigenlijk. Nu is het deelnemersveld dit jaar redelijk te vergelijken met dat van vorig jaar. Ben je daardoor automatisch ook tevreden? Ik denk een erg goed deelnemersveld. 16 spelers uit de eerste 30 van de wereld. Dat is precies wat we eigenlijk willen. Dat is de strategie van de laatste paar jaar van het breed deelnemersveld. Dat eigenlijk iedere sessie gegarandeerd toppers aan het werk kan zien. Je merkt het publiek er heel erg goed op reageert. Ja, en als er een mogelijkheid is dat iemand naar de Australische Open legende, als die precies heeft van nou, we willen spelen. Ja, dan staan we ervoor open en klaar voor. Dus en die strategie werkt. Ja, die mogelijkheid is er altijd. Hè. We hebben volgens mij 2 jaar geleden met Federer ook gezien dat hij nummer 1 van de wereld kon worden. Dat hij zo'n kans aangrijpt. Ja, jullie zullen daar absoluut geen nee tegen zeggen. Nee, inderdaad. En daarom houden we ook nog 1 wildcard achter de hand. We hebben eentje aan Jannik Sinner gegeven, een talent uit Italië. En eentje, ander wildcard, Robin Haase. En de derde houden we gewoon vast voor dit soort gevallen. Ja, het is altijd wel fijn ook om een Nederlander, in dit geval dan de wildcard van Robin Haase, sowieso bij het toernooi te hebben. Ja, we proberen altijd minimaal één en liefst 2 Nederlanders. Dus ja, mocht de laatste minuut dan niet de wildcard vergeven, dan is de kans heel groot dat hij naar de nummer 2 van Nederland gaat. Ja, was dat nog een lastige keuze voor je? Robin Haase, Tanno Griekspoor, ontlopen elkaar niet zo heel erg veel op de wereldranglijst? Nee, qua ranking inderdaad liggen ze dicht bij elkaar. Maar Robin, al 11 jaar meegedaan. Was altijd trouw aan het toernooi, maar ook voor de dingen naast de baan die hij doet. En Robin hoort gewoon bij het ABN AMRO tennis toernooi. Dus het was voor deze editie was het geen moment getwijfeld. We zien achter jou op het bord Medvedev en Tsitsipas. Dat zijn natuurlijk twee blikvangers voor dit toernooi. Medvedev een geweldige tweede helft van 2019 gehad. Ja, dat zullen wel spelers zijn waar jij denk ik ook naar uitkijkt. Ja, zeker. Dat qua tennis Medvedev een ongelooflijk jaar gehad. Tweede helft inderdaad. Won een paar grote toernooien. Speelde een fantastische finale US Open tegen Nadal. En Tsitsipas heeft natuurlijk door het hele jaar goed gepresteerd. Staat nummer 6 van de wereld. Medvedev is nummer 5. Half finale Australisch Open gehaald vorig jaar. Maar je merkt gewoon dat Tsitsipas, hij heeft ook een vlog en gewoon in alle opzichten, die is wel de meest opvallende speler. En de meest populaire speler die we hebben bij ons toernooi dit jaar. Ja, en als je dan Medvedev, ja, dat is altijd, ja, hoe gek dat ook klinkt, hè, een geweldige speler, maar altijd wat minder populair bij het publiek. Dat was hij, nog steeds niet te vergelijken met Tsitsipas. Maar hij heeft tijdens de US Open heel veel goodwill gekregen. Aan het begin van het toernooi was hij boos voor het publiek en toen was iedereen weer boos op hem. En toen, na een paar wedstrijden, had hij een beetje soort van excuus aangeboden van oké, is mijn fout. En toen na de finale had hij ook nog een paar goede woorden gezegd naar het publiek. Dus langzaam is hij wel wat, zou ik maar zeggen, populairder. Maar het is nog steeds niet te vergelijken met Tsitsipas. Die is echt wel een van de meest opvallende spelers die we hebben de afgelopen, denk ik, nu 1,5-2 jaar op de ATP-tour. Ja. Als je dan kijkt inderdaad naar de afgelopen maanden waarin Medvedev het geweldig heeft gedaan, ja, is die wel te stoppen? Aan de kant denk je niet, maar je moet ook niet vergeten dat het laatste toernooi van het jaar werd gewonnen door Tsitsipas. Dus als hij Medvedev top zijn heup heeft, wat hij eigenlijk had vanaf de tweede helft van het jaar, was hij bijna niet te stoppen. Ik bedoel, je dacht dat Nadal makkelijk ging winnen die finale US Open. Maar hij knokt gewoon terug, wint de derde, wint de vierde. En dat hij echt alle zeilen bij moet zetten om die 5e set te winnen. Dus ja, het is een hele, hele goede, lastige speler. En Tsitsipas, die speelt ook goed, ook binnen vooral. Dus je kan nooit van tevoren zeggen, maar het zou zomaar eens de finale kunnen zijn. Maar ja, het is altijd afwachten wie... hoe speelt, hoe zijn vorm is van de week. Maar het zijn wel de twee beste spelers van vorig jaar die bij ons toernooi spelen. Tsitsipas, voor de duidelijkheid, winnaar van de ATP Finals. Juist, ja. Ja. Nu is het ook, hè, er wordt al heel lang ook gezegd van die nieuwe generatie. Hè, wanneer gaan die het stokje overnemen van de mannen Federer, Nadal en Djokovic? Wanneer denk jij dat dat gaat gebeuren? Dat zij echt gaan zeggen van nu is het even tijd dat die tussen aanhalingstekens oudere garde eens even pas op de plaats moet gaan maken? Nou ja, ik denk niet dat zij dat gaan zeggen. Ik denk dat de lichamen van Federer Nadal Djokovic gaan zeggen. Dat is een theorie. Misschien klopt die niet van mij. Maar ik heb het gevoel dat tennis op zijn top is geweest met die vorige generatie. Want voorheen was altijd
was er een aflossing van de wacht. Maar dan kwam dat de nieuwe generatie altijd beter was dan de vorige generatie. Je had weer betere tennissers meer ontwikkeld. Maar ik denk, ja, het lijkt wel of tennis even een soort van uitontwikkeld is. En dat met Nadal, Federer, Djokovic en ook Murray op een gegeven moment. Dat dan beter tennis dan dat bestond er niet en is er nog niet uitgevonden. En daarom moet de Tsitsipas en de Zverevs moeten even geduldig afwachten tot het lichaam het echt niet meer aan kan van een Federer en Nadal en een Djokovic. Voordat ze echt de macht kunnen grijpen en echt Grand Slams kunnen gaan winnen. Ja, dat zijn de mannen inderdaad, het Tsitsipas, Zverev, Medvedev, die uiteindelijk dan dat stokje over moeten nemen. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Nu wordt er dit jaar ook op een andere manier geloot, hè, bij het toernooi. Nou, de loting wordt op dezelfde manier gedaan, alleen op een andere plek. We gaan op een andere plek, ja. We gaan naar de Rotterdam. En een oude tram die door Rotterdam rijdt. En dan rijden we ook nog langs plekjes die voor ons toernooi leuk zijn. Dus onder andere hebben we een plek waar we voor vlaggen zijn. Met tennis toernooi, daar rijden we langs. En dan gaan we daar loten. We hebben vorig jaar in de etalage van de Bijenkorf gestaan. En nu gaan we naar rijden in de tram. Dus erg leuk. Nu hebben we bij het ABN AMRO ook altijd, bij het tennistoernooi altijd het Tennis Plaza. Gaan daar nog dingen in veranderen of blijft dat wel zoals we dat afgelopen jaar hebben gezien? Dat is op zich wel hetzelfde. Alleen als het goed is daar een paddelbaan weer. Maar die hebben we natuurlijk jaren geleden al, ik weet niet of die afgelopen jaren, voor mij niet. Maar die hebben we jaren geleden ook wel gehad. Maar voor de rest nog steeds hetzelfde idee. Dus dat, er zijn leuke winkeltjes, maar we hebben daar ook... veel horeca. Dus één plek waar ik altijd naartoe ga is waar ze die crepes hebben. Dus daar kom ik graag. het is echt een leuke plek om daar te zijn. Hoe zien jouw komende pakweg 30 dagen eruit? Een beetje media de komende weken. We hebben natuurlijk heel erg druk met de opbouw, hoewel natuurlijk vooral de operationele mensen mee bezig zijn. Maar toch ga ik ook lang daar af en toe kijken. En eigenlijk zou ik maar zeggen, zo vanaf de vrijdag voor het toernooi, dan echt ben ik in Rotterdam. En dan zijn er veel dingen in Rotterdam die we doen, ook op straat. Extra aandacht voor het toernooi, PR en contact met spelers. En eigenlijk wat de komende 30 dagen gebeurt, dat er langzaam spelers de dingen van managers vooral gaan vragen. Over hotels of wanneer ze het best aan kunnen komen. Of dan bellen ze om verschillende gewoon praktische dingen. Zou het ook zo kunnen zijn dat een van die managers die misschien wel belt, de manager van Murray zou kunnen zijn, laat Australië schieten. Hij is natuurlijk lang geblesseerd geweest. Zou die misschien fit zijn voor februari? Ja, dat weet je niet inderdaad, maar dat is precies de reden waarom we die wildcard vasthouden. Dus daarom kan ik zeggen, wat is de kans, hè, dat iemand van kaliber Murray of Nadal, ik kan niet een percentage uitdrukken. Je moet altijd een beetje afwachten. Kijk, misschien Murray nu wat voelt, of nu niet dus goed gaat. Maar misschien over een paar weken dat hij denkt van Australische best of 5 kan ik niet spelen. Maar ik kan wel een maand later indoor spelen, best of 3. Hè, of dat Federer weer nummer 1 kan worden, nou dat kan hij niet. Maar weet je wel, dus je moet altijd een beetje afwachten. Dus het is heel moeilijk in percentages uit te drukken. Maar we staan er voor open en als die mogelijkheid er is, dan zullen we die kans aangrijpen. Ja, vast heel veel succes toe wensen. Ja, dankjewel.